Vanavond een hele heftige uitzending van Undercover in Nederland. Als mijn alter ego Eddie Meijer betrap ik een volwassen man op hete daad die seks wil met een 10-jarig meisje. Hey, hallo, ik ben de vader. Hey, hoi, stop! Ricardo en Esmeralda, de ouders van het meisje, namen contact met me op. Hun 10-jarige dochter Charissa kreeg via Instagram een seksvoorstel van deze volwassen man. Zo'n persoon kan niet buiten blijven lopen. Mijn dochter is zo slim geweest om aan de bel te trekken en die is naar ons toegekomen. Maar er zijn zwarte meisjes die dat niet doen en die er wel om ingaan. En ja. En die man weet dat zij echt 10 jaar oud is. Ja, ja, dat staat op haar profiel. Hij ook zo gezegd en dat staat in haar profiel inderdaad. Ja. Meisje van 10 jaar, zei hij. Ja, dat vond hij juist lekker. Ze schakelde eerst de politie in. Maar toen die niet thuis gaf, benaderde zij ons. In de hoop dat wij erachter komen wie de afschuwelijke berichten heeft geschreven. Als we zeker weten om wie het gaat en dat hij serieuze plannen heeft de 10-jarige Charissa te gaan misbruiken, grijpen we hard in. Heeft geen zin. Heeft geen zin, ze staan allemaal buiten. Je bent te laat. Je bent er al bij. Dat en meer vanavond in Undercover in Nederland. Dag Frank. Kijk eens, kijk eens, kijk. Straks de spectaculaire aanhouding. Maar eerst een reportage over de handel in illegale sigaretten in ons land. Want hoewel het aantal rokers juist afneemt in Nederland, lijkt de handel in illegale sigaretten groter dan ooit. Als mijn alter ego Eddie Meijer ga ik op onderzoek uit. We hebben online een afspraak gemaakt. En de handelaar noemt zich Nicky. Eddie on the road. Vandaag in de wereld van de illegale sigarettenhandel. De grote vraag is, wie zijn die handelaren? Daar gaan we induiken. Te beginnen met deze Nicky. Ik heb 2 sloffen besteld. En ik ben er bijna. De afspraak voor vanavond was snel gemaakt. Ik reageerde op een advertentie. En op basis daarvan lijkt het om een handelaar te gaan. Maar de verkoper nodigt mij opvallend genoeg bij hem thuis uit. Hey. Hey. Eddie. Hey, je moest sigaretten hebben? Ja, 2 sloffen. Ja. Heb je dat? Nee, mijn moeder moest sigaretten hebben. Oh, nou, prima, jongen. De jongen lijkt zijn idee van bij hem thuis afspreken toch niet zo slim te vinden. Hij doet alsof hij geen handelaar is en toevallig wat sloffen over had. Hij kan me vandaag toch niets verkopen. Oh. Sorry. Ik kom hier speciaal voor op sigaretten en... Volgende keer weer dan. Ja, sorry. Ja, oké, print. Rustig gaan. De handelaar neemt geen risico en kapt de deal af. Handelaren zijn erg op hun hoede. En mede door de recente berichtgeving over illegale sigaretten zijn ze misschien nog voorzichtiger dan voorheen. De FIOD, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, spreekt van een industrie als het gaat om illegale sigaretten. De omvang van deze industrie is het eigenlijk, is best wel redelijk groot. Als je kijkt in heel Europa dat het verlies aan accijnzen 11 miljard bedraagt. Voor Nederland is het natuurlijk wat minder, maar het gaat echt wel om een behoorlijk netwerk van organisaties. Hoe herken je nou als consument of iets echt is of niet? Nou, de sigaretten worden behoorlijk goed nagemaakt. Hè? Maar wat een van de belangrijke dingen is de banderol. Dat is de zegels die erop zitten. Als hier in Nederland sigaretten verkocht worden, dan moet daar een accijnszegel op zitten. En die is in de Nederlandse taal. En als je dus een sigaret hier in Nederland koopt met een Engelstalige etiket erop, ja, dan weet je eigenlijk wel dat het illegale sigaretten zijn. En we zien allerlei netwerken van criminele organisaties die overal ingezet worden wanneer het nodig is. Dus het is echt wel een georganiseerd gebeuren. Aan de andere kant zien we vanuit Oost-Europa zien we steeds meer organisaties die ook hier in Nederland actief worden. Handelaren zijn op hun hoede.
Mogelijk dat in mijn poging als Eddy de verkoper het niet aandurfde omdat we bij zijn huis hadden afgesproken. Toch lukt het ons wel om bewijs te verzamelen en bij diezelfde man illegale sigaretten te kopen. Een collega bestelt één slof en treft hem op een parkeerplaats overdag. Ben jij Nicky? Ja, oh super. Hey. Nicky. Hi, genaam. Is het een beetje vergelijkbaar met de echte? Nou, het zijn Engelsen. Ja. Iedereen die normaal gesproken Nederlandse gewend zijn, die komen allemaal terug. Ja. En die zeggen van ja, eerst maar even een pakje proberen of in ieder geval een slof proberen. Maar het is wel een beetje hetzelfde. Ja, ze smaakt wel iets anders. Ja. Ik ook zelf niet, maar ik heb mijn moeder laten testen. Ja. En die zegt van ja, ze zijn gewoon hartstikke goed te roken. En dat is gewoon, want ik heb ze eigenlijk van allemaal al geprobeerd, polsen en noem maar op, maar dit is eigenlijk wel de beste. Wij weten uit onderzoeken van, ja, die internationaal gedaan worden, dat er ook vaak wel verdelgingsmiddelen in de tabak zit. Zware metalen, dat is aangetroffen. Dus mensen roken dus echt wel slecht materiaal. Ik verkoop liever voor iets meer, wat gewoon goed is, dan dat ik troep ga verkopen. Snap ik. Hey, en als ik nou het lekker vind, mag ik dan terugkomen en kan ik dan meer krijgen van je? Zoveel je wilt. Oh, is er onbeperkt? Onbeperkt. Echt serieus? Ja, serieus. Er wordt heel veel geld mee verdiend. Als u nagaat dat één vrachtwagen met sigaretten ongeveer 1 miljoen oplevert voor een organisatie in het hele proces. Dat geld gaat naar criminelen. Voor deze verkoper zijn er geen grenzen. U vraagt, wij leveren. Zo is de boodschap. Yes. Oké, maar hoe krijg je dat dan van elkaar? Ja, ik heb ook weer iemand die dat mij aanlevert. Ja. Okay. Ik koop het allemaal in. Als ik zeg van ik heb er 20 nodig, 30, 40, 50, is allemaal geen probleem. Ja. Ik heb ook mensen die nemen er 100 tot 200 af. Zoveel? Ja. Bizar. Ja, maar die krijgen dan natuurlijk wel op korting. Ja, oké. Ik kan het eventueel ook opsturen. Ja. Kost het wel 6,95% kosten. Ja, nou super, dankjewel. Fijn weekend, hè? Fijn weekend, doei. Tijdens ons onderzoek wordt duidelijk dat de aanbieders echt overal zitten. En dat komt overeen met de locaties waar fabrieken van illegale sigaretten zijn opgerold. Heel Nederland heeft ermee te maken. Ondertussen vordert ons eigen undercoveronderzoek. Want we komen in contact met een ogenschijnlijk zeer grote handelaar. We hebben 3 sloffen besteld, maar volgens hem kan hij veel en veel meer leveren. Oké, ik ga samen met een collega. Ik zou zeggen, stap in. Op naar de afspraak met de illegale sigarettendealer. En dat voor een niet-roker. De herkomst van de illegale sigaretten is dus totaal onduidelijk. En de peuken bevatten vaak zware metalen, waardoor het roken van deze illegale sigaretten gevaarlijk kan zijn. Nou, altijd weer even oefenen. Dus straks ben ik weer Eddy. Wat dat al gaat. En ik hoop maar dat hij het gelooft. We komen aan bij de afgesproken locatie. We hebben dan nog geen idee om wie het gaat. Zou dat nog kunnen zijn? Ik zie alleen maar lampen. Zo, appen maar. Gewoon, we zijn er. Ik ben er ook, zegt hij. Oké. Verder naar achter rijden. Zegt hij dat? Ja. Oké. Hij is met een bus. Een zwarte bus, denk ik hier. Is dit hem? Oké. Ja, hier. Stap hier maar bij. Dit is hem. Oké. Hoi, Eddy. Dat is een meisje. Hallo. Ja, er staat niet wat er gebeurt. Hé, dat begrijp ik. Het is ongelooflijk, maar ik zie naast de handelaar zijn kind zitten. Deze illegale handelaar betrekt er zo zijn onschuldige dochtertje bij een illegale deal. Hoe oud ben jij? Waar ben jij? 3, hè? 3. Ja. Een peuter die met haar papa mee moet, omdat hij zo nodig wil verdienen aan illegale sigaretten.
Het dochtertje heeft geen idee wat er allemaal gebeurt en kijkt me met grote ogen aan. De handelaar laat ons eerst het merk Jim's uitproberen. Dit is vrij licht hoor, maar die Austin is duidelijk zwaarder hoor. Maar ja, die krijg ik hopelijk wel weer. Dus dat is lastig natuurlijk. Hoe kom je aan die spullen? Ik ben ook een beetje handelaartje. Ja. Via. Ja, via, ja. Deze is echt licht hè? Ja. Beetje voor vrouwen of zo, of niet? Ja, er wordt het veel hoor. Maar ja, ze doen het op zich wel goed. Het is beter als je assen. Vooral in België. Je wilt het doen. Ja. De man biedt ons verschillende merken aan. En uit alles blijkt dat hij dit veel vaker doet. Ik krijg de indruk dat hij een spil is in een veel groter netwerk. Deze netwerken houden zich volgens de FIOD ook vaak met andere verboden middelen en activiteiten bezig. Wij zien ook dat mensen die nu in de sigarettencriminaliteit terechtkomen, dat daar ook mensen bij zitten die uit de drugswereld komen. We hebben ook indicaties dat geld uit de sigarettensmokkel voor terrorisme gebruikt wordt. Omdat ik het idee heb dat ik nu met een grote handelaar te maken heb, pel ik wat hij zoal kan leveren. 100 stof, kan dat ook? Ja, dat kan wel. Die best kan ik wel wat doen. Die kan ik dan voor 22,5 weg doen. Oké. Okay. En anders is het 27,5 per stuk, normaal gesproken. Dat verkoop ik voor. En wat is max? Aantal sloffen? Wat je wil. Maar stel dat ik er 500 bestel, wat doen we dan aan de prijs? Ga ik er nog wel mee doen. Maar over welke sigaret heet dan? Ja, jij zegt die... Die best. Ja. Is te licht, maar ja, vrouwen willen... Ja. Weet je wel. Ik zet het wel weg. Moet je passen. Ja, dat is lekker. Dan moeten we mee gaan. Ja, begrijp ik. Ja. Maar waar komen we dan bij? Pak een beet. Nou, dan gaan we naar de 20. Toppie. Hoe krijg je van? Voor dit? 27,5. Dat is 82,5. Dat is een met? Ja. De deal is rond. We kopen de sigaretten omdat we daarmee de FIOD aan het werk kunnen zetten. Bewijs verzamelen dus. Wij doen forensisch onderzoek. Wij kunnen zien op welke machine sigaretten en verpakkingen geproduceerd zijn. Als wij de sloffen sigaretten die jullie hebben gekocht van jullie krijgen, dan kunnen we daar ook forensisch op onderzoek op doen. En dan kunnen we verder rechercheren, zodat we bij de organisatie achter deze mensen komen. Ja, het is wel tricky nu hoor, met verkeerscontroles onderhoog. Ja, dit is even snel. Het is echt tricky hoor. Ja, snap ik. Ja. Nou, we kunnen het toch even snel regelen. Ja, dat is ook geen punt. Toch? Het afgelopen jaar helemaal niet aangehouden. Ik zou zeggen, meestal word ik eruit gepikt. Ik vind het altijd lekker bij een beetje rijden. Ik heb het ook gehad hoor, laatst met die verkeerscontrole. Hier. Had je niks in je auto liggen? Ja, een bom vol. Met? Ja, sigaretten. Nee. Ja, dat ging afslag eerder dan af. Oh. Maar er stond file. Dus ik denk, ik rijd binnen door. Hoeveel had je? Sof. Ja. Je hebt meer dan 1000. Dus ja, daar ga je aardig nat hoor. Ja. Ja, jongen. Je moet er niet mee gepakt worden met die merk hoor. Nee joh, ben je gek. Hé, hey, rustig aan. Hey, leuk je te ontmoeten. Ja. Dank je. Hey, rustig aan. Deze heb ik trouwens ook nog. Neem hem mee. Oké, is goed. Welke is dat dan? Richmond. Die zijn weer iets scherper volgens mij. We gaan kijken. Ik hoop zelf niet, dus ik kom niet voor. Hey, top man. Hey, top. Hey, dankjewel hè. We bieden de gekochte spullen aan bij de FIOD. En daarmee kunnen zij de herkomst van de sigaretten bepalen. En zo het netwerk achter deze illegale handel oprollen. Ja, die man die kan gewoon 1000 slof regelen. Dit is echt een groothandelaar in illegale sigaretten. En zo gaat het dus. 10 minuten en hij is weer weg. En zelfs dat niet roken, dit is bagger. Naast de gekochte sigaretten hebben we alle beschikbare gegevens van handelaren, zoals namen en kentekens, doorgegeven. De FIOD neemt dit verder mee in hun grootschalige onderzoek. Straks na de reclame een heftig verhaal, waarin ik als mijn alter ego Eddie Meijer een volwassen man op heterdaad betrap die seks wil met een 10-jarig meisje. Hé, hey, hallo, ik ben de vader. Hé, hey, stop! Tot zometeen.
En dan nu een zeer heftig verhaal, waarin ik de vader moet spelen van een 10-jarig meisje. Met maar één doel, het aanpakken van een kinderlokker. Die probeert het 10-jarige meisje te verleiden tot seksuele handelingen. Hallo. Hey. Alberto. Ricardo. Jij had ons benaderd. Dat klopt inderdaad. Mijn dochter die is benaderd op Instagram. Een heel vreemd berichtje. Die ik zo ook heel graag wil laten zien. Dus als je mee wil komen. Zeker. Laat ik even zien. Hoe oud is je dochter? Ze is 10 jaar. 10 jaar. Mijn 11. Oh. Hi, Alberto. Hallo. Hallo. Ik hoorde van een berichtje op Instagram. En dat was een heel naberichtje. Ja. Vooral vies. Vooral vies. Het heeft met seks te maken. Ja. Precies. En je bent 10 jaar oud. Ja. En waarom hebben jullie mij benaderd? In eerste instantie zeg ik mijn vriendinnetje slapen. Ochtends vroeg stuurt ze mijn vriendin een berichtje van... Help mama, ik heb een heel vies berichtje gehad. Die morgen ontvangt Charissa van een vreemde man via Instagram meerdere bizarre berichten. De man zegt eerder seks te hebben gehad met een 10-jarig meisje en wil dit nu ook graag met Charissa. En toen hebben we via Facebook de politie een bericht gestuurd. Maar Esmeralda, de moeder van Charissa, krijgt na het doen van die melding niet de reactie waar ze op hoopt. Ik kreeg als antwoord terug dat ik het maar links moest laten liggen, want er lopen veel gekken rond. En dat was het eigenlijk. Dus we stonden eigenlijk met een bek vol tanden van, wat moeten we hiermee? Omdat ze bang zijn dat andere meisjes misschien wel reageren of mogelijk slachtoffer worden, vinden ze het belangrijk dat diegene die de berichten heeft gestuurd wel degelijk wordt aangepakt. Zo'n persoon kan niet buiten blijven lopen. Mijn dochter is zo slim geweest om aan de bel te trekken en die is naar ons toegekomen. Maar er zijn zwarte meisjes die dat niet doen en die er wel om ingaan. En ja. En die man weet dat zij echt 10 jaar oud is. Ja, ja, dat staat hij ook op haar profiel. Gezegd en dat staat in haar profiel inderdaad. Ja. Een meisje van 10 jaar, zei hij. Ja, dat vond hij juist lekker. Hij zei die in de berichten. Raar, leuk, maar ook spannend. En als je die berichtjes leest, wordt dan duidelijk dat dit iemand is die dit vaker zou kunnen doen? Ja. 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 Zeker. Zeker weten. Nou, ik vind het heel erg moedig dat jullie contact met ons opnemen. Zeker voor jou. Maar ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat dit niet zeg maar op de stapel verdwijnt. Nee, nee, zeker niet. Voor hetzelfde geld is dit iemand die daadwerkelijk slachtoffers maakt. Ja. Ja. En dat moet voorkomen worden. Hè? Arda Gerkens is directeur van Help Wanted. Het expertisebureau online kindermisbruik. Zij weet dat het verhaal van Charissa geen uitzondering is. Als je kijkt naar de cijfers die wij geanalyseerd hebben van de meldingen bij Help Wanted zijn binnengekomen, dan zie je dat van de leeftijdscategorie tussen de 8 en de 13 jaar 36% gemeld heeft online benaderd te zijn voor seks. Dus dat is een bijzonder groot aantal. Ik ben me gewoon rot gesproken met wat er allemaal in stond. Dat ik weet dat er gekke mensen rondlopen, maar als het dan heel dichtbij komt en je ziet dat naar je dokter gestuurd wordt, dan kan ik je zeggen, dan schrik je behoorlijk. Dus ik heb hem wakker gemaakt en ik heb tegen Charisse gezegd dat ze niks meer mocht doen met het account. Maar dit is het berichtje wat hij heeft gestuurd. En die man van wie dat bericht komt, jullie hebben geen idee? Nee. 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 En wat dan opvalt is daar dat hij zichzelf Ut Arnhem 026 noemt. En hij heeft dan een soort van profielfoto, maar... Dat zie je haast niet. Elke stap die we zetten doen we in nauw overleg met de ouders. En ik zal het account van Charissa van Instagram overnemen. En door te reageren hoop ik te achterhalen wie de berichten heeft verstuurd. In de uitgebreide chats die volgen wordt al snel duidelijk dat de zieke man achter de berichten serieuze bedoelingen heeft. Zo zegt hij onder meer stoute foto's te hebben gemaakt van een 12-jarig meisje waar hij op past. Geeft hij aan graag vaker te willen vrijen met een jong meisje. En vraagt hij aan de 10-jarige Charissa om spannende foto's door te sturen. Als ik stuur dat nog niet te durven, probeert hij haar over te halen door te zeggen dat het ook zonder gezicht mag. Als het gaat over seks, zegt hij haar dat te willen laten voelen en voorzichtig proberen. Waarom pedoseksueel vroeger daar jaren voor nodig had om in de buurt van zo'n kind te zijn, een relatie met de ouders op te bouwen vaak, gaat het online binnen 2 weken hebben ze meestal beet. En dat heeft ermee te maken dat je
online in zo'n 1-op-1 contact een heel snel een hele intieme sfeer kan creëren. Ik blijf als Charissa met de man chatten. En mondjesmaat krijg ik steeds meer informatie. Zo zegt hij inderdaad uit Arnhem te komen. En hij stuurt een foto die duidelijk is bewerkt met Snapchat. Dit is die foto en hij wordt steeds opener in het contact. Zo zegt hij Robbie te heten en krijg ik een andere foto van hem. Die vormt een belangrijk aanknopingspunt meer informatie over hem te vinden op internet. Met de gegevens en foto's kan ik mijn zoektocht naar deze mogelijke kindermisbruiker pas echt beginnen. Ik besluit mijn alter ego Eddie in te zetten en ga op zoek. Hij schijnt ergens in Arnhem te wonen. Althans, de informatie die we hebben kunnen achterhalen, die leidde naar een persoon die in Arnhem woont. Ik heb wel een foto en een buurt waar die zou moeten verblijven. Dus ja, het zou een toevalstreffer zijn om daar nu te kunnen zien. Het is wel de moeite waard om het te proberen en daar in elk geval een tijd lang rond te gaan rijden. Toen haalt hij het in zijn hoofd om met zo'n jong meisje te willen afspreken om dat seks mee te hebben. Deze man is zo concreet over wat hij met dit meisje wil. En het lijkt er echt op dat dit niet de man is die het alleen maar zegt, maar het ook echt wil doen. En dus het is ongelooflijk belangrijk dat deze man in beeld komt en dat we hem op een of andere manier bij de politie kunnen brengen. Dus jullie hebben een melding gemaakt bij de politie. Hebben jullie meteen duidelijk gemaakt wat voor soort bericht het was en alle informatie? Je hebt de berichten meegestuurd? Ja, ik heb de screenshots heb ik ook meegestuurd. Van joh, dit wordt gestuurd en wat nu? Moet ik naar het bureau komen? Moet ik een aangifte doen? En toen kreeg ik later een bericht terug van, sorry mevrouw, maar hier kennen we eigenlijk niks mee. En je moet het maar links laten liggen. En, ik kon een klacht indienen bij Instagram, geloof ik. Ja. Dan zouden ze dat gaan blokkeren. Ja, maar ja, dan gaat hij op een andere profiel maak verder. Maak een nieuwe aan. En, wie weet wat hij dan alsnog aan gaat richten. Wat dachten jullie toen? En moet dat aangedaan worden? Ja, ik zag er zo wat door de grond zijn, denk ja, ik. Ja, en woede. Is dat iets dat u vaker tegenkomt? Nou, eerlijk gezegd kwamen we dat een paar jaar geleden veel vaker tegen. Dat soort handelingsverlegenheid van de politie. Er zijn heel veel mensen die toen bij de politie werkte, die eigenlijk nog niet goed wisten wat internet was. En al helemaal niet wisten wat jongere mensen online allemaal deden. En wij komen de laatste tijd toch eigenlijk wel steeds vaker tegen dat politie er wel goed op reageert. Dus dit is eigenlijk een incident? Ik hoop het. In Arnhem zet ik mijn zoektocht voort en speur ik als Eddie de buurt af. Ondertussen zijn er ook al de hele dag collega's te voet aanwezig in de wijk waar de man zou moeten wonen. Maar ondanks de uitgebreide inspanningen hebben we niet het gewenste succes. Het is eigenlijk een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. En op de plek waar die mogelijk zou wonen hebben we hem nog niet gespot. En dus we weten niet zeker of hij hier woont. Ja, en dan is er maar één kans. Dat is dat hij wil natuurlijk met Charissa afspreken in Haarlem. Dat hij echt naar Haarlem komt. Nu is dit kind uiteindelijk naar haar ouders toe gegaan, heeft het gewoon heel erg keurig verteld. Maar gebeurt het ook dat kinderen zeg maar wel dat gesprek aangaan met zo'n volwassen man? Ja, natuurlijk. En dat zie je om twee redenen. Aan de ene kant heb je kinderen die gewoon niet zo goed contact met hun ouders daarover hebben. Maar je moet ook niet vergeten dat kinderen ook al heel jong seksueel nieuwsgierig zijn. Dus die willen misschien ook wel een beetje uitproberen wat die man nou precies van hun wil. Zij kunnen alleen de consequenties er niet van overzien. En voor je het weet hebben ze een keer een foto gestuurd waarmee ze dan verder gechanteerd worden om meer materiaal af te geven of soms echt seksueel contact ook te hebben. Ondertussen blijf ik onophoudelijk als Charissa chatten met de man. En geeft hij duidelijk aan Charissa in levende lijven te willen ontmoeten. Ik hou de ouders van Charissa goed op de hoogte van het contact. Zeker nu er echt een afspraak lijkt te komen. Het initiatief komt iedere keer weer van hem. Ja, en hij is hartstikke duidelijk wat hij wil. Hij is nu heel concreet, want hij zegt: ik wil aanstaande zaterdag wil ik hier naartoe komen. En wil ik met je afspreken. Dan haal ik je thuis op. Gaan we een stukje rijden. Dat is wel heel heftig. En als ik die berichten zo lees, dan denk ik, ja, deze man, die wil het echt gaan doen. Ja. Ja, ik ben ook van overtuigd dat hij het gaat doen. En ik denk ook niet dat dit de eerste keer is dat hij dit gedaan heeft. Nee. Ook de dagen daarna blijft de man aansturen op die afspraak. En ik doe uiteraard net
alsof de 10-jarige Charissa instemt. En dan hapt hij inderdaad toe. Nou, ik ga als Eddie op pad, zogenaamd als vader van Charissa. De afspraak met deze man is gemaakt. Om 1 uur gaat hij komen. Hij denkt seks te hebben met het 10-jarige meisje. Hij wil haar ophalen van huis en wil dan met haar gaan rijden in zijn auto. Nou, dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Alles om deze man aan te houden en te laten vervolgen. Een hele, hele spannende dag. Intussen staat het huis van Charissa en haar ouders vol met verborgen camera's. Nou, ik ga naar binnen. Komt de man straks echt opdagen? Of haakt hij op het laatste moment af? De bedoeling is de man straks het huis in te krijgen. En dan zal ik zogenaamd als vader een gesprek aangaan en hem zelf proberen aan te houden. Ver voor de afgesproken tijd spreek ik eerst nog even met Charissa en haar moeder. Niet schrikken. Nee, komt goed. Ik heet nu Eddie. Dag Charissa. Hey. Waarom vind jij dit zo belangrijk om te doen? Nou, dat kan gewoon niet. Dat je zo gek in je hoofd bent en dat je het met kleinere meisjes wilt doen, jonger meisjes. Want 10 vind ik gewoon belachelijk. Gewoon ook minderjarigen? Ja. Mag ook gewoon niet. Laten we hopen dat hij opkomt dagen. Normaal zou je zeggen, laat hij vooral niet laat komen. Laat hij niet komen, maar nu... Maar we weten nu dat deze man echt in staat is om het te doen. Ja. Dus laten we hopen dat hij komt opdagen. Als ook de vader van Charissa thuis is van zijn werk en iedereen net zijn positie wil gaan innemen, laat de man uit Arnhem opnieuw van zich horen. Kijk. Dit is het laatste contact. Dus hij dacht dat het in Drenthe was. Hoe laat ben je hier dan? Nou ja, dan pas tussen 2:30 en 3. Ik dacht dat het een uurtje rijden was, maar het is gewoon bijna 2 uur. Dus wij sturen hoe laat dan, bedoel ik. 2:30, hou maar aan. Wist niet dat het 2 uur rijden was. Dacht maar een uurtje. Hij is dus iets later, maar laat wel weten zoveel mogelijk tijd met Charissa te willen doorbrengen. Straks na de reclame loopt inderdaad een verdachte man aarzelend rond het huis. Is dit de man die het seksvoorstel deed aan de 10-jarige Charissa? De bedoeling is de man aan te laten houden met een beveiliger die verstopt zit op het toilet. Ik stel mij verdekt op en we zullen de kinderlokker aanhouden zodra hij een stap naar binnen zet. Tot zometeen. De 10-jarige Charissa kreeg via Instagram een seksvoorstel van een volwassen man. Haar ouders gingen naar de politie, maar vonden geen gehoor. Daarna benaderde zij dit programma. Ik nam het account van Charissa over en ging met de man in gesprek alsof ik Charissa was. Hij drong aan op een seksafspraak en wil naar het huis van Charissa komen. Ook wil hij het 10-jarige meisje meenemen in zijn auto. Ik ben in het huis aanwezig als Eddie Meijer, zogenaamd de vader van Charissa. De man geeft aan verlaten zijn, maar zegt wel dat hij onderweg is. Ik geloof eigenlijk wel dat hij onderweg is. En ik geloof dat hij denkt dat hij jou gaat ophalen. Nou, wachten. Afwachten. Dat duurt wat langer. Maar het lijkt erop dat hij echt gaat komen. Nou, gaan wij weer op de plek zitten. Ik heb vandaag 2 beveiligers meegenomen. Want we willen een zogenoemde burgeraanhouding doen. Ik stel mij verdekt op, meteen naast de gang, zodat ik de kinderlokker kan aanspreken zodra hij binnen is. 1 beveiliger die verstopt zit op het toilet, zal de man moeten aanhouden als ik hem heb aangesproken. Oké, ga je even naar binnen. Loop maar door. Ja, super.
als je rijdt, geloof ik niet dat je continu aan het appen bent. Ja, er zijn natuurlijk mensen die het doen, maar ik denk dat hij ergens hier in de wijk al staat en twijfelt of hij wel of niet moet gaan. Het laatste berichtje wat hij gestuurd heeft, is dat hij gewoon inderdaad hier naar binnen gaat. Hij is heel erg bang dat de buren hem zien. Het is 2:30. De tijd dat hij hier zou moeten zijn nu. Zo spannend dit. Hij zegt dat hij de auto heeft geparkeerd. Hij moet dus in de buurt zijn. En dat klopt. Want mijn collega's buiten spotten een man op 100 meter van de woning. Die voldoet aan het signalement van de foto's. Bingo, bingo, bingo. App even naar Alberto met mijn app. Met deze app dat hier is. Hij loopt hier in de straat. Is een app aan het lezen, zeg maar. Hoe bedoel? Hij loopt in de straat en is een app aan het lezen. Hij loopt voorbij. De man lijkt erg op zijn hoede en heeft extra aandacht voor geblindeerde auto's. Check de auto. Hij lijkt het duidelijk nog niet te vertrouwen en durft kennelijk niet aan te bellen. Hij loopt de woning voorbij en appt daarna de 10-jarige Charissa. Wat hij niet weet is dat ik dus aan de andere kant van de lijn met hem in contact sta. Hij stuurt de buren stonden buiten. Door de deur op een kier te zetten proberen wij de drempel te verlagen, zodat deze man wel de stap naar binnen durft te zetten. Pas dan hebben we echt bewijs dat hij de man is die de berichten heeft gestuurd. En hij dus de man is die de 10-jarige Charissa mee wil nemen in zijn auto om haar te misbruiken. Al snel hebben mijn collega's hem opnieuw in het vizier. En hij lijkt nog een laatste check te doen voor hij zich veilig waant. Ik ga het oversteken, wegleggen. Plat. Mijn collega's geven geen krimp als de man van dichtbij de auto inkijkt. Hij lijkt gerustgesteld en steekt daarna de weg over. Hij checkt alles. Hij loopt hier door de straat, maar hij twijfelt. Hij stuurt nu oké. Kom terug. De brutale kinderlokker is echt gekomen. En zodra hij binnen is, grijp ik mijn kans om hem als zogenaamde boze vader te confronteren. Hé, hey, hallo, ik ben de vader. Hé, hey, stop! Hij slaat op de vlucht en dus gaan we hem aanhouden. Aanhouden, 53. De man verzet zich hevig en het is duidelijk dat hij wil ontsnappen. Hier naartoe. Heeft geen zin, ze staan allemaal buiten. Je bent te laat. Je bent er al bij. Ook de tweede beveiliger moet bijstand bieden om de man af te stoppen. Kijk eens. Laat maar. Ja, is klaar nu. Hij is klaar. Hij is nog niet klaar. Hou je handen uit je zak. Handen uit je zak houden. Ja. Veiligheid voor jullie. Handen uit je zak, zeg ik. Scherp voorwerpen bij je. Zeker weten. De aanhouding heeft voor de man zoveel energie gekost dat hij er zich ogenschijnlijk bij neerlegt. Hij staakt zijn verzet en geeft zich dan gewonnen. Oké, en meewerken? Ja? Zeker weten? Oké, ik wil dat je hier op je knieën staat. Je bent aangehouden. Ik wil 53. Ja? Ik wil dat je op je knieën gaat. Dat je meewerkt. Ik wil overgedragen. Ja? Kom binnen, Frank. Op je knieën. Zakken. Zakken. Voeten over elkaar.
voeten over elkaar. Ja, dat probeer ik. Zodra de situatie onder controle is, bel ik direct met de politie. Politie. Daar houden wij op dit moment een burgeraanhouding. Een man die een meisje van 10 wilde misbruiken. Ja, mijn naam is Alberto Stegeman. En we hebben wel spoed nodig. De situatie is dat 2 beveiligers hem op dit moment staande hebben gehouden en bovenop hem liggen. In de woning. Ik ben erbij. Ik ben erbij, ja. Ze hebben nu even rustig, maar de vraag is hoe lang dat duurt. Oké, dank. Heb je enig idee hoe lang het duurt? Oké, 2 minuten. U stapt mijn collega's op daar voor de woning, meneer. Ik ga even kijken of dat mogelijk is. Kunnen wij naar voren? Kan ik hier langs? Kan ik hier langs? Ja, hier langs? Ja. Ik sta buiten en kan de politie opvangen. Oké, u vangt de politie daarop. Ja. Ja. Even kijken waar ze rijden. Nou, ze rijden nu de brug over bij het bureau. Dus dan zijn ze echt binnen heel kort tijd bij u. Ja, ik hoor ze. Ja, hè? Ja. Ze rijden aan het eind van de straat bij u. Ja, super. Oké, dank u wel hoor. Op dit moment wordt er iemand aangehouden. Ja, binnen, in een woning. Hier achter de deur, daar zitten 2 beveiligers op een verdachte. Okay. Zullen we z'n 2? Politie! Lips van mij? Begrijpt u dat? Je verdiende loon. Ja, de vermomming zit er nog half op, maar een hele, hele, hele belangrijke actie. Misschien wel de belangrijkste die ik ooit heb gedaan. Want deze man zou echt met de 10-jarige Charissa seks hebben willen hebben. Hij komt helemaal uit Arnhem gereden om het echt te doen. Super trots op jou. Nou, dat mag je zijn. Dat ben ik zeker. Echt. Zeker. Dat mag je echt zijn. Godverdomme zeg. Want hij gaat nu mee. Nou, er gaat een heel proces komen. Die man moet worden verhoord. Er komt een rechtszaak. Maar het belangrijkste is, hij is bekend bij de politie. Maar er worden geen slachtoffers meer gemaakt de komende periode. Als jullie niet dit aan de hanger hadden gemaakt, ja. Was het niet gebeurd. En de rest kwam gelijk naar ons toe met Bregie. Ja, het resultaat is echt verbluffend. Zeker. En nu staan ze dan met meer auto's dan je verwacht, hè? Ja, dan kunnen het wel, hè? Ja. Dan kunnen ze wel komen. Zullen we naar binnen lopen? Ja. Oké, okay, gaan we naar binnen. Zo, goed gedaan. De man is verhoord op het politiebureau. En mijn beveiliger en ik hebben een getuigenverklaring afgelegd. Bronnen melden ons dat er huiszoeking is gedaan bij de verdachte. En dat er kinderporno is gevonden. Ook de ouders van Charissa zijn op het bureau geweest om hun kant van het verhaal te vertellen. Charissa en haar ouders hebben inmiddels slachtofferhulp aangeboden gekregen.
Het is een serieus probleem. In die zin dat ik echt ouders wil waarschuwen. Dat ze beseffen dat dit kan gebeuren bij hun kind en ook bij hele jonge kinderen. Dat is niet alleen iets wat tieners overkomt, hè, maar dit meisje was 10 jaar. Maar we krijgen ook echt meldingen van kinderen die veel jonger zijn nog dan 10 jaar. Dus het is voor jou als ouder echt enorm belangrijk dat je beseft dat dit op internet kan gebeuren. Dat betekent dat je met je kind moet blijven praten met wat hij of zij op internet doet. De verdachte is op dit moment geschorst in afwachting van de zaak. En er is nog geen zittingsdatum bekend, omdat het Openbaar Ministerie het volledige dossier nog niet binnen heeft. Vanzelfsprekend gaan we deze zaak op de voet volgen en houden we u op de hoogte. Tot zover deze aflevering. Maar volgende week zijn wij terug en uw tips zijn erbij meer dan welkom. U kunt deze kwijt via onze website sbs6.nl/undercoverinnederland. Voor vanavond bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.